We zijn hier vandaag op een Umbraco-meeting. En wat dat Umbraco precies is, dat gaan we uitzoeken. Kom er mee. Umbraco is een open source CMS-systeem. Dat heel makkelijk aan te passen is aan de noden van onze klanten. Umbraco is voor mij echt een ongelooflijk handige tool om websites op een goede manier neer te zetten. Ik merk gewoon, ik heb daarvoor met andere systemen gewerkt. Ik merk gewoon dat door Umbraco, dat ik gewoon zeg maar de structuur van de website, de basis, dat die echt gewoon helder en inzichtelijk was. En er is hier een tweedelige conferentie. Eén voor de beginners en twee nu voor de developers. Heb je ze allebei gevolgd? Of? Ja, dat klopt inderdaad. We zijn nu bezig met level 2, maar ik heb gisteren ook bij level 1 gezeten. Ja. En wat hoop je daarmee te bereiken met deze opleiding? Ik hoop gewoon dat ik gewoon een stuk, dat ik gewoon de structuur van Umbraco en de manier om samen te werken met Umbraco, om dat gewoon een stuk beter te begrijpen. En om ook gewoon gecertificeerd te raken, zeg maar. Dat zou ik wel gaaf vinden om echt mezelf level 2 certified te kunnen noemen, zeg maar. En wat ga je met dat certificaat dan doen? Op de muur hangen. En waarom kom jij hier? Omdat van het bedrijf waar ik werk uit, wordt het belangrijk om met een CMS-systeem te werken. Om, vooral om tijd te winnen, om websites vlug op de markt te krijgen. En daarvoor volg ik nu de 4 dagen, level 1 en level 2. En heb je al veel opgestoken ondertussen? Alles. Ik start plusminus vanaf nul voor Umbraco. Ik denk dat er daar nog twee internationale mensen zitten. We gaan daar eens kijken. Well, I'm from Serbia. I'm Vladan. From Serbia, from company Vega IT Sourcing. And we are doing Umbraco development since version 2 point something. I don't remember, for a couple of years already. And we came here to hear some tips and tricks and also to get certification. Yeah. We are in outsourcing business, in nearshore outsourcing business in Eastern Europe. We want to also to become an Umbraco official partner. And for that, we need to have 4 certified people. We already have 2. And after this, I hope that we'll have another 2. We gaan kort nog even de lesgever, als we die te pakken kunnen krijgen, enkele vraagjes stellen. Het is al goed gelukt. Vandaag is de eerste dag van level 2. Mm-hmm. En gisteren en eergisteren was level 1. En iedereen was geslaagd, dus ik zou zeggen dat het een succes was. Okay. En hoe lang ben je al bezig met Umbraco precies? Oh, ikzelf. Ik zou zeggen bijna 4 jaar. Voor mij is het allemaal begonnen als ik zelf naar de cursus ging in Denemarken ongeveer 4 jaar geleden. Hm? Ah ja, en hier, jij maakt gebruik van de OneOffice hier op Orbit One. Valt dat een beetje mee? Dat valt geweldig mee. Ook na de level 1 heb ik al een feedbackronde gehad en iedereen is echt super tevreden van de locatie. Dus zeker voor herhaling vatbaar. We hebben hier een aantal gasten gesproken die zijn laaiend enthousiast over deze Umbraco-opleiding. Enkele komen voor het certificaat zelf. Anderen vinden het wel interessant. En we zullen zien wat de toekomst brengt. Bedankt.